superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Takkie met Willy met een gast. Ik zit hier vandaag met Tabitha. En heel veel kaas. En kwijlende honden om ons heen. Jullie gaan het zeker horen, dus hou er rekening mee. Ja, superleuk dat je er bent. Ja, thanks for having me. Giving me some cheese. A lot of cheese. Ja. Er staat heel veel kaas op het plateau, maar daar komen we zo. Ik vroeg aan mijn volgers wie ze heel graag zouden willen zien. En jij kwam daar wel verre bovenuit. De vragen die binnenkwamen voor jou, het waren ook de meeste vragen. Ja? Ja. Ik ben heel benieuwd. Ben jij open naar je volgers toe? Ik denk het wel, ja. Maar ik denk dat als ze naar mijn muziek luisteren, dat ze eigenlijk al heel veel over mij weten. De bedoeling van Takkie met Willy met een gast is dat niet alleen ik, maar ook jullie mijn gast beter leren kennen. Die we daar zeker inbrengen in gehad door middel van deze story. Daar zijn vragen, onderwerpen en thema's binnengekomen. En daar hebben we dus de kaartjes van verzameld. Can we just watch this for like an hour? Ik ben ook degene die het heeft voorgesteld, hè. Ik zei, neem je hond maar mee. Lijkt me leuk. Ik dacht dan, ik moest je een maatje om mee te spelen. Maar bring your dog, they said. It'll be fun, they said. Voordat wij gaan beginnen aan de vragen, heb ik een shotje voor je. Oh mijn god. Maar hoe zit het met... Oh. Hou je van alcohol? Houden van vind ik een hele grote... Vind ik een soort van hele huge statement. Ik hou van alcohol. Mm. Nee, ik vind op z'n tijd een likeurtje wel lekker. Met een verse jus of een cocktail of iets tropisch. Maar mijn lichaam is het er vaak gewoon niet mee eens. Nee, ook qua hangover echt. Nou ja, niet hangover, maar ik word gewoon de dag erna, als ik echt veel gesopen heb, zeg maar, dan ben ik gewoon ziek. Mijn weerstand is gewoon heel laag. Omdat ik... Een druk leven heb. Ja. Ja, logisch ook. En dan werkt alcohol werkt gewoon niet goed. Nee. En jouw rider, dat is dan ook geen alcohol? Jawel. Wat dan? Fles Hennessy, maar dat is een beetje door... Voor de boys. Ja, door de boys. Mm-hmm. En fles Malibu. Maar je drinkt wel gewoon bij elke show? Nee, water, ja. Water of wel. Gemberthee staat op mijn rider. Oh, nou. Dat is grappig, want we hebben een gembershotje. Oh, dus love is gewoon it. Lekker. Ja. Heerlijk. Lekker warm voor je keel. Oké. Okay. Nou, schatties, ik denk dat ik jullie zo gewoon in het hok moet gaan plaatsen als jullie zoveel lawaai maken. Nou, dan wil ik niet weten wat daar gebeurt. Can't leave him alone in the room. Okay. Nou, proost op een mooi gesprek. Oh, dat was helemaal niet nodig. Die citroen is zoeter dan de gemmershot, ja. Was prima zonder. Ik vroeg aan jou wat je favoriete snack is, maar dat is volgens mij algemeen bekend, want je hebt ook gewoon een kaas emoji naast je naam op Instagram. So tell me, wat ligt hier voor moois? Oude kaas. Dat is zo'n hele zachte kaas. En toen ik nog kaas at, was dat echt de kaas die ik lekker vond. Dus ik ben wel jaloers. Ja. Ja. Ja, heel lekker. Ik heb vegan kaas, jongens. Mm. Niet echt heel denderend. Maar ja, ook ik heb het niet. Jij als kaasliefhebber moet zo wel een stukje proberen. Dan weet je of het echt in de buurt komt. Maar ik heb het altijd op mijn pizza. Maar waarom dan? Nee, ik doe vegan kaas en normale kaas. Dus gewoon zoveel mogelijk kaas. Vind ik lekker. Beste bovenals, ja. Ja. Ja, en de druifjes en de walnoten, want Annelotte is een beetje een culinaire meid. Gaat u gewoon even niet fancy. Oké, dus tas toe wanneer je wil. Let's go. Are you ready? Yes, let's get them. Ik had het niet echt in jullie. Nee. Zou ik ze gewoon even in die kamer zetten? Kan hier, ze kan ze hier. Oh ja, hier. Oh, ze zijn ook allebei zo laag. Nee. Wacht, ik ga je helpen. Oh my god. What? What a damn pee. En dit is gewoon, zeg maar, nog een preview van wat het is als je kinderen hebt, hè? Gewoon. Oké, hè? Ja, voor ik deze vraag stel, is het misschien wel leuk als je even vertelt wat je stichting inhoudt. Mijn stichting heet, maar ik zeg mijn stichting, maar de stichting die ik op heb gezet. Ja. En mijn zus is daar eigenlijk mee verder gegaan. En een vriendin van haar, Suleika. Mijn stichting is mijn muziek, zeg maar. Dat is voor mij de vorm van de message verspreiden. Ja. En de stichting zelf doet wat meer fysiek werk, om het even zo te noemen. Echt naar scholen, toch? Ja, trainingen. Stichting Mooi Zoals Je Bent. Training is eigenlijk kinderen motiveren en
ja, positiever zelfbeeld te creëren, zodat ze beter kunnen bepalen wat hun rol gaat zijn in de maatschappij. Wat vind ik leuk? Wie ben ik? Omdat we op school eigenlijk heel veel leren over rekenen, biologie, topografie, dat soort dingen. Ja. Maar wat leren we over onszelf? Wat leren we over wie we zijn? Wat leren we wat we kunnen doen met een thuissituatie? Ja. En eigenlijk de sociale en persoonlijke aspecten in het leven. Klopt. En daar heb ik zelf de ervaring in gehad dat een beetje ontbrak in mijn jeugd. Ja, want ze vonden dat altijd een taak van de ouders, hè? De emotionele kant, daar dingen over bij. Ja, maar 9 van de 10 van onze eigen ouders, die weten eigenlijk helemaal niet zo goed natuurlijk wat niet. Ze moeten doen, zeg maar. Nee. Dus is het fijn als er wel een training wordt aangeboden? Ja. En is dat dan echt vanuit ervaringsdeskundigen? Nou, mijn zus die zit al 10 jaar in het onderwijs. Die heeft echt pedagogische achtergrond. In het speciaal onderwijs. Oh, nice. Voor autistische kinderen, gehandicapten. Okay. En daarna heeft ze volgens mij 3 jaar in jeugdgevangenis gewerkt. Zo, mooi cv'tje wel. Ja, en die vriendin van haar dus ook. Ik vond het ook niet per se mijn taak om inderdaad zo'n heel pedagogisch jonge meiden te gaan begeleiden. Of daar heb je gewoon psychologen voor en mensen die een pedagogische achtergrond hebben. Dus zodoende dat hun dat hebben opgepikt en ik het eigenlijk door middel van mijn muziek echt... Een message. Precies. Tuurlijk. En aanwezig zijn en zorgen dat de meiden een leuke dag hebben en ook de jongens. Ja, ik wou net zeggen, want het is wel een mix toch? Dus er komen ook jongens... Ja, we hebben een trainingdag gehad waar we workshops deden. En er was ook een basketbalworkshop en kickboksen en liedjes schrijven, songteksten maken en dat soort dingen. En dat is even goed voor jongens ook. Het ligt nu vooral in de handen van je zus en haar vriendin. Ja, en dat is ook wanneer er ruimte voor is en tijd voor is. Die hebben natuurlijk ook gewoon een druk leven. En ik probeer op mijn beurt ook... Je eigen bijdrage. Ja, precies. Mm-hmm. Maar goed, de message is voornamelijk vanuit mij is natuurlijk niet jezelf voorbij lopen. In ieder geval kiezen voor jezelf. Yeah. En daar moet ik dan soms wel een balans in vinden van want als ik dan nu kies voor mezelf, weet ik dat, je hoort mijn stem, dat mijn lichaam zeg maar dat niet aan kan om nog meer te doen. Ja, dat is best wel... Een beetje ironic, zeg maar, weet je wel? Dat je dan toch die message wil uitdragen, maar daarin moet ik dan soms ook voor mezelf kiezen en zeggen van het is gewoon te veel. Ik kan dit niet allemaal alleen, ik kan het niet allemaal doen en yeah. altijd aanwezig zijn en dat soort dingen. Dus dat... Nee, logisch ook. Maar wat je zegt, je brengt al een message over door middel van je muziek. Ja, jouw bijdrage doe je ook zeker, alleen dan op een andere manier. Ja, daar heb ik op een gegeven moment ook wel echt vrede mee gesloten. Ja. Ja. Peter, nu door naar de vraag. Oh god, het was nog niet eens een vraag. Hoe heb jij er nou voor gezorgd dat jij vandaag de dag met volle overtuiging kan zeggen... Ik ben mooi zoals ik ben. Ik geloof oprecht en heilig dat daarin geen fouten zijn gemaakt. En dat je bent zoals je bent omdat dat de bedoeling was. En je eruit ziet zoals je eruit ziet omdat dat de bedoeling was. Ja. Als het anders had moeten zijn, was het anders geweest. Ja. Dan kan ik wel eeuwig in de spiegel kijken en denken... Oh, dit moet anders of dat moet anders. Maar dat... Jij gelooft er gewoon in dat het juist niet fout is. Dat het zo heeft moeten zijn. Ja. Ja. Zogenaamde perfecte plaatje. Waar komt dat überhaupt vandaan? Dat bestaat als je googelt. Nee. Als je googelt staat heel veel. Moet je doen. Leuk. Maar als je googelt. De definitie van perfectie. Is gebaseerd op personal preferences. Dus het is een persoonlijk voorkeur. Jij kan een groene appel leuk vinden, mooi. Maar misschien vind ik de rode wel mooi. Ja. Dus perfectie is endless. Is sowieso. Ja. Alles is dan perfect. Ja. Want voor ieder persoon is er wel op elk potje past een deksel. Ja. Als je kijkt naar je self-love journey, dat is ook voor iedereen anders. Ja. Want de een heeft dat nodig en de ander heeft dat nodig. En ik merk dat mensen heel graag willen weten, hoe heb jij dat dan gedaan? En vooral omdat ze naar je opkijken. Dat ze denken, maar... Ik wil gewoon weten hoe ze dat heeft bereikt. Maar er is vaak geen één antwoord. Want voor iedereen is zo'n reis hartstikke anders. Ja, we zijn heel erg geneigd dat als we ons verdrietig voelen, willen we ons blij voelen. Ja. Als we moe zijn, willen we energie hebben. Er is altijd een counterside. Er is altijd iets wat we ambiëren. Er is altijd iets waar we naar streven. Maar je mag alles voelen. Mm-hmm. En soms is het oké om even verdrietig te zijn. Ja. Het is de balans die je gewoon moet hebben. Ja. Ja. En ook met betrekking tot de journey, daarin kom je dat heel veel tegen. Ja. En eigenlijk wat ons weerhoudt van komen waar we willen zijn, is constant wat anders willen dan wat we ervaren. Terwijl als je wat meer embraced wat je op het moment voelt. Vanochtend bijvoorbeeld werd ik bang met aardig wat angst, met wat twijfel, met eigenlijk allerlei dingen wat niet...
als prettig ervaren wordt. Ja. En dan zijn we heel erg geneigd om dat te onderdrukken en maar afleiding te zoeken om ons anders te voelen. Ja, klopt. Terwijl, als je even gaat zitten met dat gevoel en het even toelaat en dan op dat moment ook liefdevol naar jezelf bent van het is oké. Dan leer je net te omarmen. Snap je? Ja, en tuurlijk. Dan is het, voor je het weet, is het gone with the wind. En dan heb je het losgelaten. Ja. Maar wat we eigenlijk doen is constant dat maar proberen te verder naar onderdrukken. En maar hier stoppen. En daar. Op een gegeven moment een soort van hamster met zulke wangen. Omdat je dat allemaal meeneemt. Ja. Plus dan als het weer gebeurt, dan bouw je die angst op van het is er weer. Het is er weer. En ik moet het weer gaan wegstoppen. Ja. Terwijl dat gewoon niet kan. Maar goed, dat zeg ik nu na, ik bedoel, ik ben vandaag 27. Hè? Ik ben de jongste niet meer. Maar nee, aardig wat levenservaring. En heel vaak op mijn bek gaan. Heel vaak inderdaad wegdrukken, wegstoppen. En op een gegeven moment dan kan het gewoon. Je merkt gewoon dat je, als je inderdaad het gelukkig leven wilt. Als je inderdaad wilt wat je hiervoor niet hebt gehad. Dan moet je ook anders omgaan met dingen. Je kan niet verwachten dat je leven verandert als je hetzelfde blijft doen. Ja, is echt en dan zo. Ga je graven en ga je zoeken. En ik... Ja, ik heb dat op mijn manier gedaan. En het advies eigenlijk naar iedereen is om een hond te nemen. Een hond. Een hond is heel leuk. Nee, wees niet zo hard voor jezelf. Ja, don't be so hard on yourself. Als je verdrietig bent, wees gewoon even verdrietig. Ja. Maar leer ook om dan te zeggen, oké, nu ben ik even verdrietig geweest. En dat is oké. Maar nu hoort het niet meer bij mij. Op dit moment waar ik nu verdrietig om ben geweest. Ja. Het is oké geweest. Het is nu goed. Ik ben even verdrietig geweest. En nu laat ik het los. Je haalt even adem. En dat komt eigenlijk uit de wereld van mediteren en het boeddhisme en dat soort dingen. Maar dat is wel, voor mij heeft dat heel veel gedaan. Dat is ook echt, sinds ik mediteer heb ik daar zoveel rust in gevonden. Ja. Eerst lukte het me gewoon niet. En wil je inderdaad elke keer maar doen alsof alles oké is. Ja. Terwijl je diep van binnen weet. Ik heb veel pijn en ik moet dat gewoon allemaal nog verwerken. Ja. En wat mensen nu ook willen is, ik wil het juist wegstoppen en dat verwerken doe ik later wel. Het is the easy way. Everyone do it the easy way. En je komt jezelf tegen. Ja. En hard ook. Ja. Ja. Everybody thinks dat er een soort van advies is wat jij of ik of iemand of Oprah of whatever kan geven waardoor het allemaal makkelijker wordt. Ja. That's not reality. En het is geen overnight proces. Nope. Ik bedoel, ik heb ook nog een lange weg te gaan, maar het is in ieder geval al lang de vrede die ik nu heb om inderdaad niet meer alles maar te willen oplossen en gewoon te beseffen, er is een balans en de negatieve gevoelens horen er ook bij. Ja. Want ik heb wel het gevoel dat de jeugd van tegenwoordig echt zoiets heeft van only positive vibes en alleen maar positiviteit. Ja, een bunch of hippies, aren't you? Ja. Maar dat is niet waar het leven om draait. Nee, het is heel mooi. Het is een heel mooi... streven. Een heel mooi streven, tuurlijk. Liefdevol, positiviteit, dat is heel mooi. En als we dat allemaal met gemak zouden kunnen ervaren en zijn en doen, dat mag ik hopen dat iedereen dat zou toepassen. Yeah. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Kan het wel zijn, als we daadwerkelijk allemaal zouden op die manier zouden denken. Yeah. Maar ik denk dat de wereld daar nog heel ver van verwijderd is. Yeah, en het zit ook in ons, we hadden het even over ouders. Ja. Yeah. Ja, je krijgt eigenlijk als baby zijn, dan krijg je al een rugzak om. Zo van, hè, leuk dat je er bent. Je bent geboren, fijn. We geven jou een naam. Hier heb je een rugzakje. Ja. Want dat is onze shit van generaties wat wij meedragen. En die neem krijg je mee. Jij hem ook. Ja, die neem je dan, gewoon allemaal mee. En dan begint je leven pas. En dan ga je zelf ook een rugzak. En op een gegeven moment loop je gewoon met een fucking straat aan rugzakken dat wat je meeneemt. Ja. Ja, en dat moet je dus elke stap steeds meer een beetje loslaten. Ja. Ja, ik denk dat veel ouders dat niet beseffen in de opvoeding. Dat ze onbewust de kinderen overal in meetrekken. Ja. Alles wat er speelt, dat voelen de kinderen echt wel. Ja. Vanaf het moment dat je in de buik zit al. Ja. Er zijn ook karaktertrekjes, hè? Ja. Dat soort dingen. Bij mij in de familie bijvoorbeeld, heel veel vrouwen in de familie zijn bang en angstig en nerveus. Ja. Nou, god, ik heb het ook gekregen. Het was voor mij echt een... Ik moest mijn rijbewijs halen. Dat heeft echt al een tijdje geduurd. Ik was zo bang. Ook door wat ik heb meegemaakt en ervaringen in een auto. Maar dat soort dingen. En ik heb genoeg vrouwen die dus in mijn familie niet meer durven te rijden. Niet op bepaalde plekken durven te rijden. Maar specifiek met rijden? Ja, dus maar vooral dingen die... Waar ongelukken kunnen gebeuren. Dus eigenlijk al angst voor angst. Yeah. Weet je? Ja. Yeah. En mijn moeder is ook best wel... Op zijn tijd is ze best wel een nerveus persoon. En ik merk dat ik ben dat ook gewoon. Ja. Maar dat is ik heb ook
precies, maar dat kun je ook voor jezelf besluiten en bepalen. Dat ervaar ik dan ook. Dat je dat kan doorbreken. Ja. Jij kan die cirkel doorbreken door bewuster te worden. En te erkennen dat het er is. En er iets mee te doen. Ja. En just come to terms with it, weet je wel. En ik hoop oprecht, en dat is de reden waarom ik vandaag de dag nog... Tenminste, ik sta echt wel open om een kind te ontvangen. Ja. Maar heel erg bewust bezig ben geraakt met het proces, ja, self-healing. En proberen te helen van alles wat je is opgelegd, maar ook wat je meemaakt. Ja, juist omdat als je zelf iets creëert, dat je dan kan zorgen dat in de meest liefdevolle situatie terechtkomt natuurlijk. Ja. Ja, snap ik echt. Ja, en vaak brengt dat natuurlijk ook gewoon gevolgen met zich mee. Want bij ons thuis was het heel erg... mijn ouders of mijn moeder is heel streng opgevoed. Dus heel erg mond houden, stil zijn, je mag niks zeggen. Ja. En ik ben echt een beetje het zwarte schaap daarin. Want ik zeg juist alles wat ik denk. En als ik het ergens niet mee eens ben, dan hoor je dat wel van mij. Ja. En dat botst gewoon. Ja. Dus dat ging ook niet. En kijk, dat is dan wel iets waarbij ik voor mezelf kies. Ik heb ervoor gekozen om wel gewoon te doen wat ik fijn vind en dat wel te uiten. Maar daardoor spreek ik ze niet meer. Ja. Dus dan heb je wel, aan alles hangt dan iets. Ja, dat is heel zwaar. Aan alles hangt dan een prijs. En op zich brengt dat dan op zichzelf weer een heel probleem met zich mee. Waar je dan weer warmte in moet vinden om dat weer een plekje te geven. En het gaat maar door en door. Ja. Weet je, bij alles vind je wel iets wat je dan weer moet verwerken. Ja, het is vooral, het is een keuze wat je kan maken. Maar daarin zit het ook een heel traject natuurlijk van het stukje vergeven. Het stukje realiseren dat iedereen om je heen is zoals ze zijn. Omdat er ook iets in haar of zijn leven is gebeurd. Ja. Wat ze tot dat gemaakt heeft. Ja, wat je heeft gevormd tot wie je bent. Ja. Natuurlijk, ja. En dat is iets wat dat is heel moeilijk. Want vooral zeker een band met een ouder. Dat is natuurlijk iets, daar begint het mee. Ja. En het is best wel heel zwaar om daar dat stukje liefde dan te hebben voor eigenlijk het leed. Je moet liefde hebben voor het leven. Ja, klopt. Ja, het is een moeilijk proces. Ik ben mijn vader verloren. Dat is een heel ander verlies, denk ik. Ja, heel ongewild natuurlijk. Echt geen keuze, niks. Nee. Ja, dat is onmacht. Ja, dat. Inderdaad. Onmacht. Maar dat betekent niet dat de pijn in onmacht minder of meer is dan de pijn van een keuze, om het zo te zeggen. Precies, Want evengoed is het voor jou bijvoorbeeld onmacht. Want je had het ook liever anders gewild. Tuurlijk, ja. Dus... Maar heb je dan ook bijvoorbeeld dat je nu, omdat je een vaderfiguur dan hebt gemist voor lange tijd, dat zoekt in andere punten? Merk je dat aan jezelf? Nou, ik denk dat ik het aardig gezocht heb bij mannen, zeg maar. Ja. Dat is als jong meisje met daddy issues, om het even zo te noemen. Dan zoek je een vriendje die vaak ouder is. Dan heb je toch een beetje dat gevoel dat een man je beschermt, zeg maar. Ja, het stukje bescherming. En dan zijn er een hele hoop die daar misbruik van maken en waarschijnlijk zelf heel verdwaald zijn. Nu ook bijvoorbeeld als volwassen vrouw, ik ben 27 en ik heb een hele liefdevolle vriend. En toch, als hij me helpt met de auto, dan heb ik wel zoiets van dit is echt een mannending. En dat is iets wat mijn vader niet voor mij heeft kunnen doen. Ja. En als hij me dan helpt met de auto of wanneer ik mijn auto, toen ik mijn auto heb gekocht of... olie of ruitenvloeistof. Ik weet niet welk gaatje dat moet. Hij weet het wel. Dus weet je, dat soort dingen. En dan denk ik, dat is toch wel een stukje... Ja, ik weet niet. Ja, dat je dan stukje. Het goed, natuurlijk, ja. Snap ik echt. Wat dan echt fijn is. Ja. En dan denk ik ook van, dat is wel heel fijn dat hij dat toch er in zekere zin ook een beetje kan zijn. Als je jong bent, dan is dat een stuk erger natuurlijk. Maar dan weet je ook helemaal niet wat je zoekt. Nee. Je hebt alleen maar het gevoel van... Ik mis iets, maar je weet niet wat het is. En je gaat dan maar roekeloos zoeken en doen en leven. Ja. En op het moment dat je kan erkennen van, oké, dit is het. That's what it is. Maar dan begint het proces, want dan ben je er bewust van. Ja, en dan kun je ook zelf, en dat is heel fijn, dan kun je ook zelf heel veel invullen. Ja. What a me girl. Dat ben ik, denk ik. En als we teruggaan naar het puntje zelfliefde, dan ben ik wel benieuwd hoe jij denkt over de uitspraak. Als jij in de spiegel kijkt en je vindt dingen niet mooi, waarom zou je jezelf dan forceren om het mooi te vinden? Omdat het erbij hoort. Terwijl je nu de dag zo makkelijk iets zou kunnen veranderen. Mensen zeggen nu, waarom zou je jezelf forceren om dus je flaws te embracen? Omdat dat zoveel moeite kost, the hard way. Als er dus nu een makkelijke weg is. Omdat hoe snel jij dat oplost, zo snel is het ook weer weg. Mm-hmm. Ja, ik denk dat je het gewoon bij alles gaat hebben dan. Ja, maar en waar ben je dan aan het einde van de dag nog tevreden over?
En wat gebeurt er als je het niet kan vervangen? Ja. Als je de basis kent van het embracen en de rust hebben en de vrede hebben met het is goed zoals het is. Weet je hoe lekker je dan leeft? Ja, joh. Weet je hoe fijn je dan leeft? Ja. Het hoeft niet anders. Het is goed zo. Het is prima. Het is op een gegeven moment een rush, hè? Het is een rush. Mm-hmm. Ik zeg altijd dat opspuiten van lippen. Ik ben vroeger heel erg gepest op mijn lippen. Ja. Bandenlippen en weet ik veel het allemaal. Het was te groot voor wat ze gewend waren. Erg, hè? En nu de dag is dat een ding. En dan is het de jukpijn, dan is het dit, dan is het dat, dan is het zus, dan is het zo. Waarom doen we onszelf dat aan? Waarom zijn we niet gewoon tevreden met wat we hebben, met wie we zijn? En embracen we en accepteren we dat op elk potje een deksel past? Misschien niet in jouw straat. Misschien ligt dat dekseltje niet in jouw straat. Misschien niet eens in dezelfde stad. Nee. But somewhere on this planet is er een dekseltje voor jouw potje. Ja. En dat gevoel alleen al zou je genoeg kracht moeten geven om te zeggen, dit is oké. Ook al vinden jullie het allemaal niet oké. En zelfs al is diegene heel ver, pas je al bij jezelf. Ja, precies, dat vooral. Dat je er zelf gewoon vrede mee hebt. Ik weet dat heel veel mensen streven naar een bepaald beeld zijn of een bepaald mens zijn of uiterlijk hebben omdat ze op zoek zijn naar de perfecte partner. Precies. Ja. Ik vind ook niet dat je partner je zou moeten aanvullen. Het zou gewoon extra moeten zijn wat er dan bij komt. Ja, ze zeggen als je twee palen hebt, wat dan mensen zouden moeten voorstellen. Als je die tegen elkaar aanzet, probeer er maar iets op te bouwen. It's gonna fall. Want op dit kun je niets bouwen. Als je twee mensen hebt die zo staan, twee palen, daar kun je op gaan bouwen. Oh, die is echt mooi. Die heb ik nog nooit gehoord. Ja. Een tijd geleden vertelde je in een interview dat je wel eens ondergewaardeerd voelt in de muziekindustrie. Is dat nog steeds zo? Nee, niet echt meer. Nee. Omdat ik geloof dat iedereen die mij moet horen, maar gaat wel horen. Die gaan ze. Ja, goede vraag. Goede zin ook. Goed verhaal ook. Omdat ik geloof dat iedereen die mij moet horen, me wel gaat horen. Yes. Ja, want je zei, oh, dat weet ik even niet meer. Je had iets in je story gezet en Felix had me dat ook laten zien. Iets met ik verdien. Hij had me naar DM ook gestuurd. Ook, ja. Ja. Alles je wat weet... ik verdien zal mij toekomen. Precies. Zeg maar. Ja. Ja, ja. Dus eigenlijk dat ook, toch? Dan hoef je eigenlijk niet eens ongewaardeerd te voelen als je het vertrouwen hebt dat het wel... Ja. Ja. Wat zijn de positieve kenmerken en de negatieve kenmerken van het vrouw zijn in deze industrie? Eigenlijk het vrouw zijn heb ik helemaal geen last van. Het is meer een kleurtje hebben waar ik meer last van heb. Oh. Niet per se last, maar... Je merkt het. Ja, yeah. It's real. Ja. Yeah. It exists. Ja. Yeah. En dan echt met gewoon keuzes die dan minder snel op jou zullen vallen. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, heftig wel dat dat gewoon blijft. Maar... Ik had het er met iemand over, een goede vriend van mij. En je merkt wel dat het publiek wat... Ruimdenkender? Nou, ze worden wat meer wakker. Mm. Want er zijn ook gewoon plekken waar men helemaal niet doorheeft dat het gebeurt. Het is zo normaal. Ja. En als iemand er iets over zegt, dat is iemand die dat zelf tegen mij gezegd heeft. Zo van, oh ja, en als er dan weer over gesproken wordt, denk ik, oh... He, is die dan weer nodig? En zijn jullie weer aan het zoeken naar iets? En dan, maar, nou, toen zei hij ook, maar als ik dan echt ga nadenken, dan heb je eigenlijk wel gelijk. En heb je eigenlijk wel een punt. Mm-hmm. Maar het is meer die stap naar het moeten nadenken. Dat mensen eigenlijk al zoiets hebben van... Ik haak wel af. Ja, het is gelijk. Komt zij weer met de racial shit, weet je wel? Terwijl... Ja, het is bijna alsof ze denken dat we dit zelf willen. Ja. Of jij in dit geval. Ja, dat je hier zelf om loopt te vragen. En dat je dan gaat zeiken en dan... Gewoon wild zeiken. Ja. Nou, dat wil niemand. Of van ja, werk gewoon even wat harder dan... Doe gewoon even dit. Doe gewoon wat de rest gewoon ook doet, dat. Weet je wel. Ja. En dan komt het wel goed. Ja, dat is bizar. Maar dat is dus iets wat je wel... Je bent je er bewust van. Is dat dan ook dat je dingen moet aanpassen in de keuzes die je maakt qua muziekleven? Ik denk dat het is gewoon goed om er bewust van te zijn. Ook om niet gekwetst te worden, niet gekwetst te raken. Beweeg ik anders erdoor? Ja, het is eigenlijk wat ik zei. Ik kan er zoveel over zeggen wat ik wil of wat ik denk dat misschien goed zou zijn of niet. Maar ik denk dat het alleen maar meer deuren dicht zou gooien. En ik denk dat misschien niet per se slikken of even doorbijten, dat hetgeen moet zijn dat ik dat moet doen. Maar ja, gewoon het positieve zien. En gemotiveerd blijven om de liefde die ik terugkrijg van de mensen die mijn muziek luisteren. Ja. Dan kom ik die deuren vanzelf wel binnen. En wanneer voel jij je gewaardeerd in je privéleven? Dus jouw taal van liefde, is dat echt met woorden of is dat
materieel. Hans is mijn... Fysieke touch. Hans. Hans, ja. Ik wil hem ook bijna echt Hans gaan noemen, omdat ik meer gewend ben aan de naam Hans dan aan de naam Mauro. Ja, ik heb gewoon een hele lieve vriend. En ik voel me elke dag heel erg gewaardeerd. En ik vraag dan ook wel eens aan, waarom ben je met mij? Wat doe je met mij? Hoe ja. kennen jullie elkaar eigenlijk? We hebben elkaar ontmoet op Bloemendaal. Nee, man. Ja. Nee. Maar je is in ieder geval niet via DM gegaan. Dus nou, bij mij wel. Dus... Ja, echt? Ja. Ja. Slaar in de DM. Nou, ik weet niet of Bloemendaal veel beter is hoor. Nou, ik was... maar dat fysieke, weet je wel? Ja, ik was echt wel zo van... Meteen. Ik zie jou. Ja. Ik zag niet eerst een foto van hem. Ik zag hem echt in het echt, zeg maar. Ja, ik stond in de VIP en hij stond daar ook. En zijn nicht, zijn DJ Kimberly Ramirez. Hm. En die stelde mij voor. Toen zei ze, ja, is mijn neefje, bla bla, vind je leuk? Volgens mij had ze dan een ander neef, ik weet niet precies wat er gebeurt, maar het ging allemaal zo snel. En hij stond heel stil. Hij stond heel krachtig en heel stil en hij keek een beetje om zich heen en hij was niet aan het uitsloven. Hij was gewoon een hele gewoon cool. Stabiele man. Hij was gewoon helemaal cool. Toen had ik net een vestje gekocht, zo'n wollen, dikke vest en ik had het hartstikke warm, maar ik deed alsof het niet zo was. En toen was hij attent genoeg om te vragen aan mij, kan ik misschien je jas aannemen? Oh, echt? Ja. Dat was gewoon het eerste wat hij zei. Ja, wat kan ik je jas aannemen? En toen zei ik, nee, hoeft niet. En toen deed ik me om mijn middel, was super klunzig. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb het toch wel heel erg warm. En toen keek hij me aan en toen zei ik, oké, ik heb jas. En toen had hij mijn jas in zijn jas gewikkeld. Mm-hmm. En toen ben ik eigenlijk gewoon, ben gewoon rond gaan lopen. En mensen gaan groeten en gaan chillen en... Aan het einde van de avond kwam ik terug en toen stond hij bij de jas. En toen wilde hij mijn jas aan me geven, maar mijn vest was dus in de knoop geraakt met die van hem en zat vast in zijn rits. En toen heb ik met hem geflirt. Ik weet niet wat er gebeurde. Jij hebt de move gemaakt. Toen zei ik, oh, we zitten nu al aan elkaar vast. En toen zei hij, ja, ik hoop het. En toen heeft hij zijn jas gepakt en is gewoon weggelopen. Nee, ja, hij is gewoon weggelopen. Ja. Ja, toen gingen dus naar zijn neer en zei even, oh mijn god, het is net gebeurd. Toen zei ze... Oh, je bent echt lekking. Ik heb er niet gepraat, bla 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 bla. En toen, maar ik wist wel dat hij me zag zitten, denk ik. En ik dacht, ik ga wel even met jou flirten. Dat vind ik ook cool zo. En toen zat ik in de auto en toen wist ik eigenlijk al dat hij me DM zou sturen. En toen was ik gewoon aan het verversen. En toen zag ik de DM binnenkomen. Ah, maar jij was ook er echt een beetje op aan het letten gewoon. Ja. En toen heb ik hem 3 dagen laten wachten voordat ik antwoord gaf. The games we females play. Niet eens 1, hè? 3 dagen. Ja, zoiets. Ja, toen gingen we appen. En toen in de eerste paar weken dacht ik, oké, of ik krijg beef met jou, of dit wordt wat. Dat was wel een soort van tension. Wauw. Ja. Maar goede tension. Ja, in één keer was het heel burgerlijk. En dan kreeg ik een telefoontje, wat eten we vanavond? Toen dacht ik, wauw. Fuck. Het zit echt dieper in. Burgerlijk! Als artiest zijn, als creatieveling, als kunstenaar, heb je gewoon een soort van... Huiselijke... Juist niet. Niet. We willen dat heel graag. Maar je hebt iets... But we're not like that. Mm. Weet je wel? Iemand van dezelfde wereld juist een beetje. Ja, maar dat zou voor mij juist niet werken. Hij is heel erg mijn balans. Mm. Hij is mijn grote vrouwendroom, om het zo te zeggen. Het huisje boven je beestje en de rust. En ik ben wel steeds meer die vrouw aan het worden. Maar dat is dan toch wel het huiselijke? Ja, we willen het allemaal heel graag. Ja. Zeg maar, alle mannen ook denk ik in de scene. En iedereen, everybody wants to have a home. And a loving, quiet, peace of mind, safe place. Mm-hmm. Weet je wel. Dat, ja. Maar we zijn ook als creatievelingen gewoon... Vrije zielen. Ja, tuurlijk. Free birds. Weet je wel, inderdaad, vrije ziel. En dat zegt mijn vriend wel eens van, I can't pin you down. Like... Maar dat moet hij ook niet willen. Want ik denk niet dat dat bij jou gaat, nee. Nee. Maar het hoeft niet slecht te zijn, toch? Nee, het is inderdaad echt een balans. En ik weet wel echt dat hij mijn balans is. Dat na zo'n lange avond op een podium met alle gekkigheid, foto's, dit, zo. Dat je dan inderdaad gewoon thuis komt. En dat je dan... Echt thuis. Ja, thuis. Echt een knus thuis. En dat zou geen thuis zijn als hij er niet zou zijn. Maar heb jij dat niet met vrienden? Ja, heel erg. Ben jij de... thanks. De sweet home? Ja en nee. Ik ben zelf ook wel heel erg van Ja, jij bent ook wel outgoing. Ja, ik doe ook veel dingen voor mezelf. Ja. Dus we zijn allebei heel veel. Gewoon... Ik heb het gezien op Instagram. Jeez, girl. Oh. Nice. We zijn allebei constant maar aan het werken. Dus wat jij ook zei toen ik jou tegenkwam bij, wat was het, Funsche? Ja. Toen zei je ook, ja, vakantie moet je gewoon van het begin van het jaar 4 inplannen en dan gewoon gaan. Want
anders kom je er niet aan toe. Ik heb daar gewoon moeite mee. Ik ben wel heel erg met hem dat ik de soort, inderdaad, het huisje, boompje, beestje. Dat ben ik heel erg. En het huis. En ik zorg ervoor dat als hij thuis komt, dat alles gewoon chill is voor hem. Vakanties plan ik, zodat het chill is voor hem. Want dat vind ik fijn om te doen. En hij vindt het fijn om te ontvangen. Dus dat, dat, dan vul je elkaar weer aan. Maar echt de rust vinden, vinden we allebei wel heel moeilijk. Want ik wil het echt. Hij is er niet echt aan toe, zegt hij. Maar ik wil het wel. Maar wat, het huisje, boompje, beestje? Nee, echt een vrije week bijvoorbeeld. Ja. Gewoon op vakantie gaan of vrij hebben. Dat moet ik echt bij hem erin stampen. Ja. Ja, wij hebben laatst een retret gedaan. 3 dagen lang stilte meditatie met z'n tweetjes. Echt? Huh, maar hoe moet ik dat voor me zien? Gewoon helemaal niks anders. Nee, je zit midden in de natuur. En dan in een groep gedaan. En je staat om 5:30 op. Ik dan 5:15. Om zodat ik kon gaan douchen. Jezus. En dan ben je van 6:30 ochtends tot 9:15 ben je aan het mediteren. En dan in stilte. Dus je praat ook niet. Alles heel mindful. En ja, doe je loopmeditatie, zitmeditatie, loopmeditatie, zitmeditatie. Ik ging er dus heen met hem. Heb je nog 2 uur? Want het, ik kan er heel veel over vertellen. Ik had heel erg in mijn hoofd, oké, weet je, jij, want we slapen ook, je slaapt apart. Man en vrouw slapen apart. Nee. Ja, dus ik had dus, oké, jij, we moeten echt uit voor onszelf. En helemaal, even separated, even op onszelf. En daar kwam ik erachter. Je gaat echt, maar ik ging er echt heen met allemaal vragen. Ik wilde heel veel antwoorden op dingen waar ik mee zat of waar ik antwoorden op wilde. En ik ging weg en de antwoorden waren niet meer nodig. Dus dan ben je een soort van boven jezelf uitgesteld. Dat is heel gek. Ja. Dat je antwoorden wilt, maar ze zijn op een gegeven moment dan niet meer nodig. Omdat de vraag überhaupt niet nodig was. Nee. Weet je wel? En daar ben ik ook wel echt achter gekomen dat je heel goed tijd voor jezelf kan hebben. Zelfs als zit iemand op je schoot. Maar je moet weten wat dat is. Want wij hebben 3 dagen lang naast elkaar gemediteerd. Maar we waren in onszelf. Ja. Dus je hoeft niet fysiek die afstand te hebben om tijd voor jezelf te hebben. Maar je kan ervoor kiezen om je af te schermen en het... Ja, je kan echt wel 24/7 samen zijn. Als je die momenten weet te benutten dat je even in jezelf keert. En even dat... Dat kun je op de wc doen, dat kun je in bad doen, dat kun je in de auto doen, dat kun je overal doen. Ja. Ja, dit is ook heel handig. Dan krijg je gewoon een melding van ademhalen. Dus dan moet je... Ja, chill. Felix heeft er nu ook een. Ademhalen. Ik snapte het nooit zo goed, maar ik vind het nu wel tof. Ja, je krijgt een melding. En je... Oh ja, ademhalen. Fuck, dat heb ik nog niet gedaan vandaag. Ja. En dan ga je heel bewust ademhalen. Terwijl dat is wat je non-stop eigenlijk doet. Maar je bent maar er gewoon niet bewust mee bezig. Nee. Ik heb ook als ik bewust naar mijn ademhaling ga letten, of op mijn ademhaling ga letten... Dan word ik moe. En dan besef ik, oh mijn god, I need a break. Ja, je bent eigenlijk gewoon heel moe. Precies, ik ben gewoon kapot. Ik moet blijkbaar gewoon rusten. Want als ik echt ga letten op wat ik doe, dan val ik zo in slaap. Ja. Leven gaat zo langs ons heen. En je hebt zelf de keuze om te kiezen, oké, maar nu gaan we wel even focussen op wat er is en op jezelf. Ja. Maar dat moet je echt zelf doen. Ja. Stel, jullie krijgen een kindje samen. En dat kindje gaat de entertainmentwereld in. Wat is een les die jij je kind dan mee zou willen geven, waarvan jij misschien wel baalt dat je die zelf niet hebt gekregen? De les is altijd naar je moeder te luisteren. En je padre. Nee, ik denk dat ik was me niet bewust van de intenties van mensen. En als je iets heel graag wilt, kan iedereen jou iets wijs maken. Als je niet bewust bent van... Wat er eigenlijk echt voor nodig is. Ja, of wat mensen hun eigen interesses zijn. En die urge heb ik heel erg nu ook naar jongere artiesten. En dat ik echt... Ik hoef niks van ze. Maar laat me even weten als je iets... If you're about to do a deal of zo, weet je wel. Ja. Check me eventjes. Ja, ja, check me even. Ja. Gewoon, op een gegeven moment heb je zoveel mensen om je heen die gaan allemaal in je oor zitten. En die mensen hebben ook allemaal hun eigen agenda. Talent, of je nou schildert, voetbalt of wat dan ook, maar talent is zo puur dat mensen daar misbruik van maken. Ja. Ja, omdat ze weten, ze wilt het toch wel. Of hij. Ja, en ook omdat het zakelijk, zeg maar gezien, het vaak niet daarom gaat als je talent hebt. Nee. Ik dacht vroeger echt niet, wel eens gedacht. Maar ja, dat zag je in films, weet je wel, dat er veel geld te verdienen was of wat dan ook. Maar het is nooit de reden geweest waarom ik het gedaan heb. Maar ik denk dat dat juist ervoor zorgt dat je nu zo puur bent als dat je bent. Omdat je het niet met de intentie hebt gedaan, ik wil gewoon geld. Ja, maar wat ik mijn kind ook zou bijbrengen is inderdaad ook wel zakelijk te zijn. Als je iets wil opbouwen, om te zorgen dat je kan blijven doen wat je leuk vindt. Want precies, dat heeft een foundation nodig. Ja, want ik heb jaren dan video's gemaakt, maar
ik vond het gewoon super leuk. Ja. En er waren altijd mensen die zeiden, ja, maar joh, je kan er ook geld mee verdienen. Dus ga gewoon dingen doen. Dat ik echt zoiets had van, ja, maar boeien, ik vind het gewoon leuk, ik wil het gewoon doen. En vooral Felix, toen hij in mijn leven kwam, zei ook echt van, ja, maar meisje, kom op nou. Ja. Weet je, het is gewoon zonde, want als je dit zo leuk vindt, dan is het juist chill als je er ook wat mee kan verdienen. Ja, als je ervan kan leven. Ja, want dan kan je er juist in verder gaan, zonder dat je zorgen hebt van een andere baan of zo, die je eigenlijk helemaal niet wil. Ja. En toen ben ik gaan leren dat er inderdaad ook een zakelijke kant aan vast zit. Ja. Want dat... besef je ook niet als het begint vanuit een passie en een hobby, weet je wel? Want is zingen voor jou nog wel leuk? Nee, ik vind het super kut. Hou je er echt nog de drive, de passie uit als in het begin? Omdat het eerst als hobby iets voor jou was en nu echt je baan? Ik denk dat het mensen bereiken nu ermee, dat ook heel belangrijk is geworden. Dat is in zoverre dat als je dan inderdaad het zakelijke bekijkt, dat je zoveel mogelijk vrijheid wil houden om nog steeds dat contact te hebben met de mens. Ik weet dat ik een rol heb in wat ik doe en een purpose en dat staat voor mij voorop. Het is voor mij heel belangrijk dat ik op mijn manier ook met die purpose en met de puurheid die ik ten alle tijde probeer te behouden, die message kan overbrengen. Dat is mij veel meer waard dan... quick money. Ja. En dat mijn message niet meer... dat het wel leuke liedjes zijn... maar dat ik dat contact niet meer heb. Ja, want plus, het einde van de dag zijn... zeg maar die meiden in de zaal... en die jongens die volhartig meezingen... en die energie teruggeven... dat is hetgeen wat mij nog steeds... de energie geeft. Niet het geld. Nee. Ik heb geen geld gehad. Ik heb geld. Nu. Ja. En ik kan zeggen dat contact met de mensen en die energie wat ze mij teruggeven, dat hetgene is. Ja. En daar moest ik eerst geld voor verdienen. Om totdat je te dat weten kon inzien. Ja, precies. Dat hetgene is. Ja. En daardoor heb ik nu ook gekozen om alles independent te doen. Om ook dat lijntje korter te houden. Ik wil geen mensen ertussen hebben. Of mensen die een andere visie hebben of... op wat van voor jouw manier. Ding. Het is mijn ding. Ja. En het is ook hun ding. Daar mag je niet tussen komen. Noem iets wat jij nog heel graag zou willen doen, maar stiekem bang voor bent om te doen. Nou, ik zou je vertellen dat ik op een gegeven moment zoiets had van... ik ga mijn angsten overwinnen. Ja, dat ga ik doen. Toen ben ik erachter gekomen dat het helemaal niet hoeft. Nee. Zoals een snelle glijbaan of zo. Ik was in Dubai en toen wilde Mau heel graag van zo'n glijbaan. En hij had zoiets... Mau is heel erg schat, dat kan jij. Jij kan dat. Doen. Nou, ik heb gejankt. Je hebt het gedaan. Nee, ik ben er boven gelopen. En ik ben echt jankend naar beneden gelopen. Maar ik was helemaal overstuur. En toen had ik zoiets van... die glijbaan stond zeg maar een soort van symbool voor alles wat ik heb gedaan wat ik niet wilde in mijn leven. Of waar ik niet doorheen wilde. Of waar andere mensen mij doorheen duwden. Terwijl ik gewoon wasn't wilde. Ready for ja. all that. En toen dacht ik... hoeft niet meer voor mij. Hoeft niet. I don't like slides. Ik vind glijbaan... I don't like it. Nee, vond ik het oké. Okay. Ja. I don't like fast cars. I don't like motorbikes. I don't like it. Alles wat snel gaat, ik hou er niet van. Hoeft niet voor mij. Kijk, als je het zo zegt in de zin van wat je spannend vindt, dan zijn er heel veel dingen. Natuurlijk, het lijkt me het mooiste wat er is om een kind te ontvangen en moeder te mogen worden. Vind ik het eng? Hell fuck yes. Lijkt me super fucking scary. Ja. Dat vind ik wel spannend. Ja, maar dat snap ik. Ja. Vooral omdat je weet, dat je, wat je ook zegt, dat het self-healing proces, dat gewoon in orde moet zijn. Ja, maar zelfs daarin moet je op een gegeven moment vrede hebben. Ja. En dat zei die vriend van mij ook. It's not gonna get any better than this. Nee. En toen zei ik tegen hem, thank you. Dankjewel, ja. Thank you. Thank you for telling me. Want als je alleen maar denkt, wait till the right moment, het juiste moment. Dan komt het niet. Nee. It's not gonna come. Want er is altijd wel iets. En ik denk dat het belangrijkste is dat als het zover is, dat je wilt het al heel graag. Ja. Dus dat je dan gewoon de liefde uitzendt naar het kindje. Ja, dat is inderdaad heel mooi dat je dat zegt. Dat is echt helemaal, is helemaal waar. Zelfs nu al. Ze zeggen dat een kind de ouders kiest. Hè? Zijn jullie daar klaar voor? Je bent er toch nooit klaar voor? Nee, dat weet ik. Maar kijk naar onze honden. Daar waren we ook niet klaar voor. We wasn't ready for all that shit today. Zijn jullie er klaar voor? Nee, nu zeker nog niet. Maar wanneer denk je dat je wel klaar voor bent? Ja, wat je zegt, je bent nooit echt klaar daarvoor. Oké, maar wanneer is dan het punt wanneer dat je zegt van, hey, receiving. Ik zou best
rond mijn 25ste zou ik het best willen proberen. Maar je bent nog hartstikke jong natuurlijk. Ik ben pas bijna 23. Bijna pas 23. Ja, Mau die zegt gewoon letterlijk daar, je biologische klok, hè? Ja, want als je 30 bent dan... Maar die wilt echt heel graag nu. No pressure. Ja, daar denk je wel over na. Ik ben inderdaad 27. Nou, stel dat ik een kindje zou krijgen op mijn 30ste. Als mijn kind 15 is, ben ik 45. Prima, toch? Ja, dat is wel... Maar als je... Ik wil wel nog... I want to go clubbing with my child. Ik snap het. Maar. Ja. Weet je wel? Ja. Je wilt gewoon... Ook puur om te zeggen... Oké, cool, je wil al die dingen doen. Dan gaan we het samen doen. Dan ben ik je wingwoman. Maar wie zegt dat je dat niet kan zijn op je 45ste? Girl, my body hurts. Nu al. I'm tired. Maar ja, we zien het allemaal wel. Maar ja, zoiets moet je niet forceren. Wil je ook niet forceren. En wanneer daar tijd daar is, dan is de tijd daar. Helemaal waar. En ik kan hem niet meer terugduwen. Nee. Dat lijkt me nog het engst, werd bevallen. Ja, dat kan nonnen. Ik heb dus een... spiraal laten plaatsen. Nou, ja, dat durf ik al niet. Ik ben bijna flauw gevallen. Ik zeg je heel eerlijk, ik ben echt... Oh, moest ik nog 10 keer doen? De rust, want ik heb een koperspiraal. Dus zonder hormonen. Ja. Voor alle vrouwen die kijken en twijfelen over anticonceptie of een spiraal of wat dan ook. Ik heb een koperspiraal zonder hormonen. Het is voor mij echt top. Want jij vindt geen hormonen in je lichaam? Ja, hormonen is eigenlijk allemaal rotzooi. Eerlijk is eerlijk. En ik was helemaal klaar met hormonen en dingen. Fucks with your body and mind. En ik had gewoon zoiets van, ik wil gewoon iets zonder hormonen. Maar kaas, super hormonen. Ja? Volledig, zo vol. Ik denk, error, hoezo kaas? Kaas is... En eieren, kaas en eieren. Eieren hebben mij een cyste opgeleverd. Waar? Dus de, op je baarmoeder. Ja, heel veel echo's voor gehad zou eerst weggehaald moeten worden. Maar ovulatie van een kip. Het is gewoon een bommetje van hormonen. En met bizar. Kaas, precies hetzelfde verhaal. Ja, dus het, als je daarmee stopt, dan gaat je menstruatie ook weer veranderen. En je huid ook. Dat is... Ja, ik eet wel heel veel kaas. Ja. Ik moet ook minder kaas eten hoor. Het is wel echt een, I'm addicted to cheese. Ik heb voor mijn verjaardag 20 blokken kaas gekregen. Ik kan je vertellen, ze zijn bijna op. Mijn manager die had een tas vol. Die vriendin van mijn zusjes waar ik het over had, met van de stichting. Kaas, fondue, brie, oude kaas. Maar echt blokken hè. Dus wat je gewoon... Zo'n bol. Kan bewaren. Oh my God. Geitenkaas, kruidenkaas, brandnetelkaas, basilicum, gedroogde tomatenkaas. Jezus, alle soorten. Truffelkaas. Ja, maar dan staat er geen kaas op je rider. Dat vind ik dan weer gek. Jawel ook. Oh wel? Ja. Really? Ja. Bolletjes en kaas. Ja, het staat op mijn rider. Ja, we zijn aangekomen bij de laatste. Monogamie maakt het leven makkelijker. Maakt het leven makkelijker? Ja, dus monogaam zijn in een relatie maakt je relatie makkelijker. Ik denk dat dat voor iedereen anders is, toch? Is dat wel... voor jou zo? Vind jij dat makkelijker? Ik denk dat het überhaupt gewoon met één iemand het doen het je leven makkelijker maakt. Toch? Ja, toch is dan de vraag. Als mens zijnde heb je natuurlijk... Nou, als ik een knappe man tegenkom, dan kan het best zo zijn dat ik denk... Oh, knappe man. Mm-hmm. Ik ben niet dom. Ik weet dat Felix dat ook bij een vrouw kan hebben. Maar ik maak de keuze om daar natuurlijk niks mee te doen. Want ik wil monogaam zijn. Is het dan makkelijker voor een mens om daarvoor te kiezen? Terwijl je eigenlijk het gevoel hebt van... Maar dat vind ik wel een hele knappe man. En je moet weten... Kijk, iets is makkelijk of niet makkelijk. Als jij niet weet waar je het voor doet. Als jij niet weet wat je wilt. Dan is het inderdaad moeilijk. Ja. En ik denk dat dat het allereerste is wat gesteld moet worden. In hoeverre weet jij wat jij wilt? Is dat het waard om iets voor op te offeren, om het even zo te zeggen. Yep. Dus als jij twee mensen hebt in een relatie die eigenlijk niet zo goed weten wat ze willen. Ze zijn niet zo zeker, ze zijn nog zoekende, ze zijn onzeker. Dan is monogaam zijn heel moeilijk. Als jij in een relatie bent met iemand en je weet waar je naartoe werkt, je weet waar je naartoe wilt. Dan is het slechts een vraag die gesteld moet worden. Ben jij bereid, zoals je verliefde het risico neemt om pijn gedaan te worden, ben jij bereid het risico te nemen? Ben jij bereid te laten wat je moet laten om te kunnen bereiken wat we samen willen bereiken? Ja, klopt. Maakt dit de relatie makkelijker? Ja, absoluut. Als je allebei hetzelfde doel hebt. Precies, als je op één lijn zit daarmee. Wat vind jij dan van een open relatie? Ik denk dat een open relatie niet bestaat. Kijk, als we een relatie noemen en dan zie je van zoals een vriendschap, dat is een open relatie inderdaad. Je staat open om andere relaties te hebben.
Ja, want ze zeggen dat als jij een open relatie hebt, en dat dus kan, dat je je highest vorm van self-love hebt gevonden. Omdat je dan dus de ander ook gunt om andere soorten liefde te vinden bij anderen. Ja, ik ben het daar zelf niet mee eens. Want ik vind inderdaad dat als jij een relatie hebt, dan ligt die liefde juist bij het bij de commitment die je samen maakt van ik geef mijn liefde aan jou, je geeft liefde aan mij. Mm-hmm. En we kiezen er samen voor om dat niet te ontvangen van anderen op dat gebied. Nou, ik denk dat het de zelfliefde waar ik naar hunker en waar ik voor werk, is eigenlijk te zeggen dat het allemaal genoeg is wat je dan hebt zelf. En met de wat je met jezelf hebt is al genoeg. Ja. En wat de ander dan brengt is een plus. Ja. Hoeveel plussen wil je nog? Ja, precies. Want dan hoeveel kan je heb je nog? Ja, snap je? Hoeveel doorgaan. Plussen heb je nog nodig? Dus ja. Ik denk dat mensen in een open relatie eerder op zoek zijn naar iets wat ontbreekt. En dat is een aanname, hè? Dat is, ja, dat, precies. Ik sta heel erg open om daar andere ideeën en visies op te horen die ik dan zelf niet heb. Ik denk juist dat in een committed relationship zijn en monogaam zijn, dat het juist heel puur is en juist heel fulfilling is. En wat betreft ontwikkeling is het natuurlijk ook zo dat ze zeggen dat als jij met iemand bent, dan pik je daar dingen van op. Dus je leert van diegene, oh, dat zou ik ook mee willen nemen in het leven. Of juist, oh, maar dat zou ik echt niet mee willen nemen in het leven. Ja. Dus als jij een open relatie hebt, hoe ze het dus noemen, dan leer je zoveel mensen kennen waarbij je dat elke keer dan weer een stukje mee kan nemen van oh, dit leer ik van die en dit leer ik van die. Dus ze zeggen dan ook dat je ontwikkeling gewoon in een stijgende lijn verder gaat. Dat snap ik ergens, want... Waar moet je daar seks voor hebben met een ander? Of gaat nee. het dan echt... Want ja, een open relatie... Ik refereer nu naar seks, hè, maar een open relatie is dat je met verschillende partners dan ook echt date of alleen... Volgens mij date ook, ja. Ja. Ja, het kan beide. Het kan beide. Het ligt aan de regels eigenlijk die je zelf opstelt. Maar daar ga je al. Ja. Dus bij een open relatie komen regels. Alleen maar meer stress. Bij een open relatie komen regels. Hoe open is hij dan? Dan wil je eigenlijk gewoon... Dus je... Want als je single bent, kun je dat doen. Precies. Als je single bent, kun je met iedereen daten. Je kan met iedereen naar bed gaan. Maar wat dan denk ik dat je moet afvragen, wat is dan precies hetgeen wat jullie überhaupt nog samen hebben? Ja, wat je wel samen... Ja, dat vraag ik me dus ook altijd af. Kijk, ergens snap ik het wel, hè. Want als je in een relatie bent, je kiest toch om de rest van je leven met één iemand dat te delen. Ja. En het bed te delen. Wat best wel realistisch gezien heel veel gevraagd is van een persoon. Tuurlijk, ja. Het is een soort van bucket. Als die bucket nog niet vol is met lessen en dingen die jij voor jouw gevoel nodig zou moeten hebben om long term dat te kunnen. En je wilt toch wel met elkaar oud worden misschien. En je ergens denk je nog, oké, maar we moeten nog wat meer leren. Of we moeten wat meer ervaring hebben om dat te kunnen bereiken. Weet je, eigenlijk is het idee meer, denk ik, dat je elkaar niet durft los te laten. Bijna wel. Want als je die les, als ik er nu zo over nadenk, als je al die lessen leert en je gaat ervaringen opdoen en dat verandert je als mens. Dat laat je groeien, waardoor je een soort van rups naar vlinder gaat. Maar pas je dan nog wel bij je partner? Ben je dan precies. niet gewoon bang om hem los te laten? En dan, als je het mij vraagt, is de ultimate sense of love iemand willen loslaten. Uit liefde. Ja, uit liefde. Ja. En ongeacht wat diegene ook doet of whatever, dat je diegene gelukkig wilt zien. Want ja, nou ja, ik denk dat we er wel een beetje hetzelfde in staan. Ja. Maar ik denk zeker, als je kiest voor een relatie, allebei, dat monogamie je relatie een stuk makkelijker maakt. Ja, juist. Nou, goede stelling. It's a wrap! Niet kut, maar kaas. Kaas! Kaas! Yay! Kaas! Kaas! Hoe vond je het gaan? Ja, leuk. Ja? Was dit niet het narcistische interview waar je misschien een beetje bang voor was? Nee. Gelukkig. Nee, het was super leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En stay vooral tuned, want er komt nog veel meers aan. Veel meers aan? Veel meers. Veel meers. Er komt veel meers. Niet één meer, maar twee meers. Meren. Er komen meren aan. Er komen aan. Zeeën aan. Zeeën. Overvloed. Heel veel. Er komt nog veel meer leuks aan. Doei.
Oh, mag ik alvast beginnen? Ja, ga je gang, echt. You can't have it. Kwel jij zoveel? Ja, volgens mij kwelt hij op haar. Ja, en ook op de grond en zo.